Ja, voorzitter, ik heb inderdaad geen punten gemaakt, maar het kwam een beetje omdat ik aan het wachten was op de echte substantive matter van Gijs. Want niks wat hij heeft gezegd ging echt daadwerkelijk tegen ons plan in. Gijs heeft namelijk gezegd, een verzekering, een collectieve verzekering zou een goed ding zijn. Zouden wij het nog over kunnen hebben als hij al specifiek aangegeven waar het goed voor is? Hoeft niet met belastinggeld betaald te worden, kunnen we de belasting nog steeds laag houden en iedereen verplicht een verzekering te hebben? Zouden we het over kunnen hebben? Wij zien niet direct wat noodzakelijk is, maar daar hebben we het in ieder geval niet over gehad. Bepaalde reguleringen kunnen wij in hele specifieke gevallen kunnen we ons voorstellen. Maar we moeten oppassen niet in te grijpen op de autonomie van de persoon. Wat de staat nu wel doet, wat de staat in Zweden wel zeker doet. En Gijs kan wel zeggen, ja, daar worden mensen gelukkig van. Wij denken van niet en wij hebben u de principes aangegeven waarom dat niet kan. Zo heeft Gijs ook weer niet gezegd over Zweden en Amerika. Ik dacht terecht een hele uitgebreide case study kwam. Helaas is daar ook een beetje bij ingeschoten. Eigenlijk kwam het erop neer, de case study bestond uit. Mensen in Zweden zijn ook gelukkig, sommige mensen in de VS zijn niet gelukkig. Nou, daar zijn we het mee eens. Maar dat zegt natuurlijk nog niks over een algemeen principe dat een Scandinavische welvaartsstaat met hoge belastingen beter is dan een... Ik zal het dus met u gaan hebben over doelen in het leven en wie kan het beste bepalen waar hoe ik mijn geld besteed, wie kan het beste bepalen hoe ik mijn tijd besteed, wie kan het beste bepalen welke risico's ik bijvoorbeeld moet nemen in bepaalde gevallen. En daarnaast die risico's van de grote overheid die wel degelijk en die ook in Scandinavië duidelijk gebleken zijn. Nou, ten eerste, wie kan het beste bepalen waar mijn heen gaat? Op het moment is het zo dat als ik een product koop, de staat het noodzakelijk vindt om 19% de prijs met 19% te verhogen. Ik zeg, laat mij zelf bepalen waaraan mijn geld uitgeeft. Laat mij zelf bepalen hoeveel dat is. Dus niet gediversificeerde belasting op arbeid en überhaupt geen product dat ik mijn geld eruit geef. Snap ik niet waarom de staat dat wil ontmoedigen en zegt daar geld voor nodig hebben. Ik kan dat toch zelf het best bepalen. De staat daar niet een beetje van af te pakken en te zeggen, weet je wat, dit besteed ik aan cultuur, want dat vind je ook leuk. Waarom ik zeg, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ga liever naar een voetbalwedstrijd en dat is juist waar ik dan mijn geld bijvoorbeeld aan wil besteden. Nou, dan is het, wie kan het beste bepalen waar ik mijn tijd aan besteed? Op het moment is het zo dat als ik thuis blijf zitten, ik volledig geniet van de vrijheid die ik daarin heb. Als ik ga werken, moet ik ongeveer de helft van wat ik daar verdien, moet ik aan de overheid geven. En eigenlijk nog meer, want de werkgever die mij inhuurt, moet ook nog een deel aan de overheid geven. Het gaat in Nederland op het moment, omdat die overheid allerlei nutteloze dingen doet, om belachelijke bedragen die je moet betalen. En dan moet je dus voor, als je dan het geld verdient, dan moet je er nog een keer belasting over betalen. Als ik doodga, moet ik nog een keer belasting erover betalen. Het is vreselijk belachelijk waar er allemaal belasting op wordt gegeven. Omdat men denkt, wij voor de overheid denkt, nee, ik moet ontmoedigen dat hij werkt. Dat kan hij niet het beste zelf bepalen. Ik bepaal wel dat jij daar een deel van aan op moet geven. Individuele vrijheid die daar wordt beperkt. En wat doen we dan daarmee? Wat doen we met dat geld dat we er binnen halen? Nou, daar gaan we weer mijn keuze mee proberen te beïnvloeden. Namelijk door studiefinanciering te verstrekken. Door het over onderwijs goedkoop te maken, omdat de overheid denkt, nee, hier moet ik echt gaan studeren. Terwijl ik misschien wel denk, nee, ik wil op jonge leeftijd gaan werken, maar nu, het is zo'n relaxte regeling. Studeren is best wel leuk. Ik krijg zelf geld, ik kan nog heel goedkoop lenen ook. Hoef ik allemaal niks voor te doen. Ik kan die deal bijna niet afslaan. Misschien is het iets wat ik uit mezelf helemaal niet wil. Waarom moet de overheid die keuze voor mij richten? Ik zie helemaal niet waarom dat zou moeten. En dan die risico's ook. Als ik me voor bepaalde dingen wil doen, waarom moet de overheid dan bepalen daar een collectieve dingen voor zijn? Bijvoorbeeld een AOW voor is. Waarom moet daar dan meer belasting voor gegeven worden? Gijs. Dat is echt een merkwaardig verhaal, want eerst zeg je, wij willen niet ingrijpen op de autonomie. En dan heb je helemaal aan het begin gezegd, jouw verhaal is niet relevant, want het gaat over collectieve verzekeringen, die kunnen we mensen verplichten mee te doen. Dat slaat op nergens op dan. Als jij daar een heel specifiek geval kunt aangeven, zoals jij wilde doen, maar niet hebt gedaan, dat mensen daarin zelf geen rationele keuzes kunnen maken. Als je kunt aantonen dat mensen, ondanks dat het beter voor hun zou zijn, inderdaad een collectieve verzekering doen, moeten ze later nog wel even gaan doen. Dat mensen die keuze niet zo rationeel kunnen maken, dan valt daar iets voor te zeggen, maar dat is nog iets anders dan die belastingen die mensen alleen maar ontmoedigen om hun eigen keuze te maken. Nou, dan de vraag van een grote overheid. Want wat Gijs zo geweldig aan Zweden, dat ondanks dat je de hoge belasting niet hebt, mensen toch gedwongen worden om aan het werk te gaan. Maar Gijs, dan heb je toch nog niet helemaal begrepen wat vrijheid daadwerkelijk is. Vrijheid is niet, we gaan eerst met belastingen ontmoedigen dat je gaat werken, en daarna gaan we met een soort arbeidspolitie en met allerlei regelingen aanmoedigen dat je gaat werken. Dat is natuurlijk een heel raar systeem dat we in dat soort landen zien. En dat is juist een soort overheid die zichzelf bezighoudt. En dat is wat wij noemen het gevaar van de grote overheid. Een bureaucratie die zichzelf steeds meer oplaat. Die zegt, oh jee, ons regeltje werkt niet. Nee, natuurlijk niet, want je had het gewoon aan mensen zelf moeten overlaten. Ons regeltje werkt niet. Weet je wat? We hebben nog meer regeltjes nodig. We hebben nog meer, nu bijvoorbeeld de Nederlandse overheid zegt, ja, we moeten huisbezoeken gaan doen bij mensen die een uitkering krijgen om te kijken of je dat doet. Nou, weet je wat? Schaf die uitkeringen gewoon af, dan gaan die mensen werken en geef alleen uitkeringen mensen die echt niet kunnen werken. Bijvoorbeeld mensen, Gijs, die hun been zijn kwijtgeraakt bij een bedrijfsongeluk. Mensen die echt duidelijk niet meer kunnen werken. Nou, dat is wel, daarvoor willen wij zeker ingrijpen, maar niet voor mensen die niet kunnen werken. Zoals Adriaan heeft gezegd, willen wij een bestaansminimum garanderen. Maar that's it. Niet wat we nu hebben mensen voor, dat soort mensen extra hoge uitkeringen. Niet wat we zeggen voor mensen die gewoon geen werk hebben. Dat soort dingen, dat slaat nergens op.
We zien dus dat het eigenlijk leidt tot een heel raar systeem. Het leidt ten eerste dus toe dat jij heel erg, jouw keuzes heel erg in een bepaalde richting opgedrongen worden. Werken wordt ontmoedigd, studeren wordt juist aangemoedigd, cultuurbezoek wordt bemoedigd. En dat is juist de rijken bijvoorbeeld die daarvan profiteren, nog extra raar. Er wordt allerlei dingen ontmoedigd, dat weer juist voor de armen ook slechter is. Omdat de totale welvaart gewoon naar beneden gaat. Ten tweede leidt dat tot een overheid die zichzelf steeds meer opblaast. Een overheid die zegt, oh, nog meer regels zijn nodig omdat onze voorregels niet werken. Nog meer regels nodig om ons bestaan om te hoge belastingen te rechtvaardigen. En stemt de burger steeds meer beperkt. Stemt u voor vrijheid en voor de gelijke behandeling van alle individuen. Stemt u voor ons. Ja, dankjewel voor het woord, voorzitter. En ik zal het gewoon maar eerlijk zeggen aan het begin. Ik snap er echt helemaal niks van. De hele uitgangspunt van de propositie is eigenlijk het volgende. Wij hebben bedacht wat de essentiële functies zijn van de overheid. Die tijdens het debat trouwens verschuiven, daar kom ik zo even op terug. Vervolgens, het doet er niet toe wat de rest van de bevolking vindt. Wij hebben bedacht, dit is essentieel. Het is belangrijk om volgens die eisen de autonomie van die burgers te gaan beschermen. En dus is ons plan goed, maar we gaan er geen concrete voorbeelden bij geven. Dat is tot nu toe hoe ik het heb gezien. Ik ga drie dingen specifiek doen in mijn speech. Ik ga het hebben over de balans tussen de keuzes van de bevolking en nutteloze dingen, zoals zij dat hebben gezegd. Ik ga het hebben over of hoge belastingen daadwerkelijk werken ontmoedigen en persoonlijke autonomie afnemen. En tenslotte ga ik het hebben, toch wel specifiek, ik kan zien als een case study, maar over collectieve actieproblemen en verzekeringen die daarbij horen. En waarom het toch echt beter is om dat op overheidsniveau te doen. Oké, nou allereerst die nutteloze dingen. In het begin werd er bijvoorbeeld gezegd door Adriaan, wat zijn de essentiële taken van de overheid? En daarbij zei hij bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, basisinkomen voor ouderen. En op een gegeven moment zei Jona, ja maar AOW valt daar weer niet onder. Het is voor ons niet echt duidelijk, ik bedoel je kan wel zeggen, oké, lage belastingen zijn goed. Het principe van houd de belastingen zo laag mogelijk voor de functies die je aanbiedt, dat zal iedereen het mee eens zijn. Maar wat zijn dan die basisfuncties? Wij zeggen, in een democratie kiezen mensen voor de functies die zij het belangrijkst vinden. Als mensen hebben gestemd, als mensen willen dat de overheid, en ik zal zo uitleggen waarom het ook echt belangrijk is, dat die gezondheidszorg aanbiedt, dan is dat ook hun goed recht. En dan zijn er misschien drie mensen, waarschijnlijk de miljonairs, die zeggen, nee, dat is niet eerlijk, mijn persoonlijke autonomie wordt hier aangetast. Maar dat betekent nog niet dat het meest efficiënt is, ja. Ja, dat geef je inderdaad heel goed aan. Het collectief beslist ineens wat het efficiënt is. In ons geval, Adriaans en mijn case, is het individu dat beslist wat het beste voor hem of haar is. En niet het collectief dat voor mij beslist wat het beste voor mij is. Dan vergeet je nog steeds dat jullie alsnog op een of andere manier dan basale taken hebben bedacht als dictators of zo. Ik snap niet helemaal hoe dan deze taken tot stand zijn gekomen. Jullie hebben geen enkele uitleg gegeven waarom dat wel essentiële taken zijn. Jullie hebben bijvoorbeeld gezegd, jij zei in je eigen speech, op het moment dat iemand echt niet meer kan werken, dan gaan we wel helpen, de overheid neem ik aan. Nou, dat is natuurlijk wel heel raar, want wat betekent niet meer werken? Vallen psychologische problemen daaronder? Dat is natuurlijk iets wat constant ter discussie valt. Wij zeggen, de democratische proces is die methode waarop dit soort dingen besloten worden. Zij hebben nu op een hele rare manier gezegd, wij hebben nu een paar dingen die tijdens het debat een beetje duidelijk worden bedacht wat essentiële taken zijn, maar we gaan jullie niet uitleggen wat daar de onderliggende principe van is, waarom we die moeten voorzien. En wij zeggen, dit is fundamenteel onjuist. Je kan niet zeggen, er is een soort van ultieme waarheid. Dit soort wensen verandert ook met de samenleving, met de tijd. Je ziet ook dat we naar steeds meer steeds meer golven komen van deregulering en dan weer een beetje meer regulering als we oneens zijn met hoe het is gegaan. Dus als voorbeeld, we zien dat mensen structureel willen vasthouden aan gezondheidszorg. Dat is ook een voorbeeld dat ik wat meer, om het wat minder abstract te houden zullen geven. Dat is iets waar mensen gewoon democratisch voor kiezen. En waarom is dat zo? Nou, zoals Gijs, nee dankjewel. Nou, Gijs heeft het al uitgelegd. Bij verzekeringen heb je de volgende situatie. Als alleen maar mensen die de verzekering echt nodig hebben zich gaan verzekeren en mensen die bijvoorbeeld gezond zijn zich niet gaan verzekeren, dan heb je dus een kleinere pool van ongezonde mensen. Die moeten dus vervolgens steeds meer gaan betalen voor zichzelf. Maar de grap is, hoe ouder wij gaan worden, op een gegeven moment word ik ook zo'n ziek persoon en moet ik op een gegeven moment onbetaalbare bedragen gaan betalen. Het is dus logischer, om zoiets over de hele bevolking uit te spreiden, zodat iedereen elkaar constant steunt. De gezonde mensen, die, omdat ze dus gezond zijn, betalen en verlagen de premie van iedereen, waardoor het voor iedereen makkelijker wordt om je te verzekeren. Dit is een typische voorbeeld waarin dus collectieve actie afgedwongen voor de overheid voor iedereen goed kan zijn. Nou, dan kunnen jullie zeggen, oké, maar dit zorgt dus voor hoge belastingen. Nee, dankjewel. Dat ontmoedigt mensen om te werken en weet ik veel wat. Laten we even realistisch zijn. Als we kijken naar alle andere rijke landen, in principe eigenlijk alleen maar de Verenigde Staten,
waar je dus lage belastingen hebt en mensen veel meer dingen via de vrije markt komen, dan komt het erop neer dat ze minstens net zoveel moeten betalen van hun inkomen aan dat soort basisbehoeften. Iedereen die het geld heeft, die neemt de zorgverzekering. Niemand denkt, ik wil geen zorgverzekering, waarom dwing je mij daartoe? En mensen, het komt erop neer dat mensen ook veel meer moeten gaan betalen voor die zorgverzekeringen in zo'n vrije marktsysteem, omdat die arme mensen die het in feite ook nodig hebben, niet mee kunnen betalen überhaupt aan de premie via zo'n systeem. Nou, waar komt het allemaal op, zeg maar concreet komt het op het volgende neer? Ja, ik vond het jullie speech net zo vaag, hoor. Ik probeer alleen maar schade te beperken. Dus waar komt het op neer? De besteedbare inkomen van het hoeveelheid geld wat ze aan essentiële taken moeten uitgeven, dat is gewoon in alle ontwikkelde landen net zo hoog. De vraag is dus, moet je het via de overheid doen? Wij zeggen ja, dat moet je via de overheid doen, in het specifieke geval van de collectieve verzekeringen. Maar wij hebben ook gezegd, de keuze van welke dingen je eruit kiest, moet je via een democratisch proces eruit halen. En dat kun je niet als dictators gewoon halverwege het debat gaan introduceren. Stemt u daarom tegen de plan.